Suriname maakt zich klaar om de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, te ontvangen. Minister van Buitenlandse Zaken, hoe verlopen de voorbereidingen tot de ontvangst van deze minister? De voorbereidingen die verlopen vlot. We hebben te doen met een grote superpower in het hele spectrum van zaken. En daar komt een stukje voorbereiding bij. Qua veiligheid, qua media, qua inhoudelijk. Zodat je dat ook goed regisseert wanneer je dus zo'n minister op bezoek krijgt. Zo'n land op bezoek krijgt. En waar we ons goed van bewust moeten zijn, is dat bij zo'n bezoek je eigenlijk de hele wereld hebt die naar Suriname kijkt. De hele wereld benieuwd is wat het bezoek zal opleveren. Het is goed te vermelden dat de minister zijn komst, ik dacht al 2 jaar geleden, is aangekondigd in 2017, toen ik er was op officieel bezoek in Moskou. In oktober 2017 hebben we toen direct ook gezegd, minister, komt u ook naar Suriname, zodat we niet alleen multilateraal elkaar hoeven te zien, bilateraal ook evenveel aandacht schenken hieraan. En dat doen we met alle landen. Het is een multipolaire wereld. We weten dat je, als je kijkt naar de status quo van die wereld waarin we leven, je niet kan veroorloven geen vrienden te hebben. Je moet eigenlijk met een stukje agressie erop op zoek naar gaan. En zoals u hebt gemerkt, hebben we hier in de afgelopen jaren heel gericht gediversificeerd ons buitenlandbeleid, waarbij we met name presidenten op bezoek hebben gehad. We hebben regeringsleiders van de regio hier gehad. Onlangs heeft de president nog ontmoet, president Morales. Het is niet een uit het niets gebeuren. Het is een heel gerichte strategie dat wordt uitgevoerd in ons buitenlandbeleid. Waarbij we kijken naar de verschillende relaties welke Suriname heeft. En veel van die relaties zijn sinds onze onafhankelijkheid. Wanneer we kijken zien we dat we al langer dan 40 jaar bilaterale partners hebben. Wat we wel niet zien is de diepe of intense manier van samenwerking. En dat pakken we met alle spelers op, zij het grote, Brazilië, die ook een buur is voor ons, want met onze grens- en buurlanden hebben we intensieve samenwerkingen. Met Brazilië hebben we bijvoorbeeld de meeste ontwikkelingssamenwerkingsprojecten, op gezondheidszorg, op landbouw, op economisch gebied, op veiligheidsgebied. You name it, Brazilië. Met China hebben we ook een heleboel ontwikkelingsprojecten, maar ook economische projecten. We hebben onlangs, vorig jaar, ook de minister van Buitenlandse Zaken van China hier gehad. En als ik doorga op het rijtje, hebben we gezien dat de president van India hier is geweest. We hebben een aantal documenten ondertekend, onder andere renewable energy documenten. We hebben gekeken naar het samen uitwisselen van technische kennis voor wat betreft het ontwikkelen van de solar industrie in Suriname. En ik kan verder gaan met India. We hebben een historische band ook met India. Dan kijk ik naar Rusland. We weten dat onze president reeds een tijd geleden een uitnodiging heeft gestuurd naar president Poetin. En dat ook andersom onze president mogelijk naar Rusland zal gaan. Dat zijn allemaal zaken die we bekijken. Met Zuid-Afrika hebben wij ook in het Afrikaans gebeuren een hele goede bilaterale relatie. En eigenlijk hebben we het ook met de USA, hebben we het ook met Turkije, hebben we ook met Marokko, hebben we ook met Frankrijk. Het is belangrijk dat wij als klein land, die zo rijk is, we zijn zo rijk gezegend, we hebben mineralen hier op dit grondgebied die verdere uitwerking, exploitatie, exploratie nodig hebben. En als we denken aan olie, dan weten we dat Rusland een toonaangever is wat olie betreft. Dus de komst van de minister van Buza van Rusland
geeft ons perspectieven om ook op dat gebied verder de zaak te gaan uitdiepen. U noemde bijvoorbeeld olie. Ja. Wat heeft deze vriend nog meer te bieden aan Suriname? Als we kijken naar het aspect van onderwijs. Ik blijf altijd zeggen dat onderwijs, maar ook cultuur. Onze cultuur is een van de mooiste in de wereld. En de president zegt heel vaak dat de vrede die wij hebben een exportproduct is. Maar dat komt niet zomaar, dat komt vanwege onze cultuur. Ja. En dat is iets dat Rusland heel erg apprecieert in die relatie en daar ook over verder wil samenwerken met ons. Maar onderwijs, er zijn een heleboel Surinamers die onderwijs hebben genoten in Rusland. En we hebben op dit moment studenten, Surinamse, gewone, ordinary studenten die Russisch spreken, die net hun B1-fase hebben afgerond, hebben ze me verteld. En doordat deze relatie bestaat, hebben we dat kunnen oppakken. In ieder geval die versteviging van die relatie. Dus onderwijs is ook belangrijk. Dan praten we verder over gezondheidszorg. Een week of twee geleden heeft Rusland een schenking gedaan voor equipment voor de prenatale, het ziekenhuis, het landziekenhuis, dacht ik. En dus ook op gezondheidsgebied is er scope om verder samen te werken. Als ik kijk naar veiligheid, we weten dat Rusland toonaangevend is als het gaat om cybersecurity. En in dat verband staan wij als land in onze kinderschoentjes. Maar we praten ook over training van politie, militair en brandweerlieden en personeel en manschappen. Dus eigenlijk is het een relatie die wij nu beter moeten inzetten qua bilaterale issues. Wat we ook moeten weten of beseffen is dat we praten over een G7-land. We praten over een land dat in de UN Security Council een permanente zetel heeft. En Suriname heeft de ambitie om in 2033-2043 ook in de permanent council te komen. Nou is het dus, wel lijkt het wel ver van nu. Ik zal misschien tegen die tijd hobbelen in een stoel achter de tv kijkend hoe we winnen. Maar je plant die zaadjes nu. En dat is de essentie. Daarnaast heeft Suriname grote potentie voor een direct investment. Op het gebied van landbouw, op het gebied van toerisme. We hebben hier hotelketens nodig. We hebben connectiviteit nodig. Dus eigenlijk is de toespitsing van deze relatie één dat van strategische waarde is en belang. En zoals we met alle anderen doen, is het belangrijk om te fan out en om je diversificatie van partners en economie in tandem te doen. Tijdens dit bezoek, minister, wat zal de focus op liggen? Zijn er uiteindelijk overeenkomsten die worden getekend? Waar moeten we aan denken? Ja, er zal zeker gekeken worden naar de ondertekening van, we hebben nu nog in onderhandeling een joint statement van het bezoek en de focusgebieden die we daarbij willen zien. We hebben in Suriname HC van Rusland. We willen hetzelfde in Rusland hebben. Maar we praten ook heel lang al over de terugkeer van een ambassade van Rusland hier te landen en een kleine vestiging van Suriname in Rusland. We praten over de economische samenwerking. We praten over de veiligheidssamenwerking. We praten over onderwijs, volksgezondheid. En dat zijn primaire zaken op de sociale agenda van deze regering. Ja. En projecten krijg je niet uit de lucht vallen. Je doet het alleen maar door bruggen te slaan. En dat is het belang van dit bezoek, dat we dus door een brug te slaan met Rusland in een veel diepere vorm, we verheugd zijn dat de minister van Buitenlandse Zaken, niet de kleinste in de wereld, ons aan zal doen de volgende week. Wanneer mogen we deze minister verwachten? Ja, de volgende week is in precieze taal 26 juli. Verwachten we dat de minister aankomt. Hij gaat namelijk in de regio, de BRICS Summit, van ministers, ministeriële vergadering, laat me het goed zeggen, bijwonen in Brazilië. En zal dus daar naar die vergadering naar Suriname komen. En 27 juli vertrekt hij dan weer een heel kort bezoek. Maar we geloven dat het een heel effectief bezoek wordt. En we hopen dat aan het eind van de vergadering we ook een roadmap kunnen tekenen, ondertekenen. Dat het vrij goed werkt bij andere gevallen. Ik wil bijvoorbeeld aangeven dat we toen wij het bezoek aflegden in 2017, wij een MOU voor diplomatieke samenwerking. Ik bedoel,
Rusland staat bekend om hun topdiplomaten. En we hebben daar 10 studenten, Busanen, met name naartoe kunnen sturen om te trainen. Dus het is heel concreet. En wat mij verheugt is dat het bilateraal ook vorm aan gaat nemen. Als het nou nog alleen regionaal en multilateraal een beetje was, hebben we nu de kans om van land tot land, one-on-one, met elkaar te praten. En dat is waar het buitenlandbeleid van deze regering Bouters voor staat. Dat wij heel gericht, langtermijn, visie uitwerken die in, je kan zeggen in het Engels, in chunks, in delen, uiteindelijk één puzzel vormen. En dat is waar we voor staan op buitenlandse zaken, dat het leven van de ordinary Surinamer er beter van kan worden. Je kan je niet voorstellen hoe verheugd ik ben als ik gewoon zo'n sms'je of een app krijg van die studenten die in Rusland zijn. Ja. Die in eerste instantie waren afgewezen. Maar doordat we diplomatieke betrekkingen hebben, we gewoon ook konden inkomen. De HC van Rusland hier te landen heeft een grote job, grote bijdrage geleverd in dit geval. Dus meneer Waldijk. En de studenten konden weggaan. Vandaag aan de dag zeggen ze, minister, we hebben onze B1 gehaald in het Russisch. De Surinamers zijn ook nog zo intelligent dat we elke corner van de wereld kunnen passen. En dat is dus essentieel wanneer we het buitenlandbeleid uitzetten. Dank u wel, minister. We hopen dat we dus bij de voorbereidingen, dat alles goed verloopt. En dat we dus in staat zullen zijn om deze goede vriend ook heel goed te kunnen ontvangen. Op typisch Surinaamse manier, stijl, dat is het sosolobby. Daar gaan we het met veel liefde doen, maar ook met klas.